Als je deze video verder kijkt, doe als ik een like, abonneer dan op het kanaal, druk op het belletje naast de abonneerknop en dan gaan we nu beginnen met de video. Hey Fena! Hey Amster! Amster? Oké, vandaag gaan we namelijk om het mooist editen. Kijk ook de video op van haar kanaal, want zij gaat het ook editen. We gaan het alle twee editen en ik heb er super veel zin in en we moeten om het mooist deze noob in een pro maken of mooi. En we gaan het dan straks doorsturen dat... Ja, jullie. Ja, en het dat zien. Die mensen kunnen. Dus laten we beginnen. Oké, mensen. Ik denk dat ik eerst de dress ga maken. Dus ik denk zo dit. En dan gaan we even een kleur dus zoeken. Dus ik ga het anders doen. En niet hoor wat in je gracht. Dus ik ga naar hier gaan. Ik denk dat ik een soort van dit wil. We gaan even een kleur nemen. Oké, ik denk dat ik dit wel een leuke kleur vind. Dan kunnen we even de lening maken. Bagrond. Dit is geen lening, maar dat gaan we straks wel fixen. En misschien kunnen we eerlijk een soort van wat mooier maken, dus wacht even. Oké, mensen, ik was even aan het editen zonder mijn stokje. Dus, woeps. Ik edit alles wel met een stokje, dat is veel makkelijker. Dat was ik even niet aan het doen. Laten we het hier dicht maken, denk ik zo. Oftewel, ja, ik denk dat ik het dicht ga maken, maar ik kan dat misschien wel nog fixen of zo. Of ik laat het doorlopen, of ik laat de broek doorlopen tot daar. Dus dat gaan we nog zien. Maar laten we eerst het topje afwerken. Dus... Je staat altijd op de achteren. Sorry. Oké, mensen, sorry van daarnet. Dus dat gaan we even inkleuren. Zo. A little bit. Voilà. Oké, mensen, sorry als je Fina hoort, maar ze heeft een klein beetje struggle met de video. En Gucci loopt hier ook. Ik zal straks wel een onderzameen tonen. Maar we zijn nu aan het inkleuren, zoals jullie kunnen zien. Zo. Dus, let's go. Oké, mensen, dit ziet er echt al mooi uit. Fina is even nog de struggle, maar dat komt goed. Dus we gaan even... Ja, in haar video kon je mijn stem niet horen. Oké, laten we dit even fixen. Oké, mensen, als je Fina hoort, maakt niet uit. Ze is terug begonnen. En kijk hoe mooi dit al is. Oh my god, looks good. Dus, ik wil even met dus nu gaan we de broek doen. Let's go. Oh my god, ik was niet eens aan het filmen. Wat is dit? Sorry, mensen. Ik ben dus nu haar broek aan het doen. Ziet er trouwens zo uit. Voor moest ik dat niet hebben getoond. Oh, ik heb mijn camera al vergeten aan te zetten. Struggles hier. Dus ik ben juist klaar. Maar ja, sorry als je Fina hoort. Oké, mensen, de lening is klaar van de broek. Zo ziet het er nu uit. Wat je dan doet is hierop drukken. Kun je gewoon even zo super rap in kleuren. Maar dan kleur ik dat daar nog wel opnieuw in. Dus laten we het nu helemaal inkleuren. Dus let's go. En nu gaan we dat soepel inkleuren. Let's go. Maar dan de randjes ook wel even met een dunner dingetje. Anders lukt dat niet. Oké, mensen. Ik ben nog even aan het inkleuren. Ik kom zo bij jullie terug als deze broek is ingekleurd. Want het is veel werk. Dus tot straks. Here we have Gucci. Even tussen de edit. Hier hebben we Gucci. Hi Gucci. Oh my god. Gucci, what are you doing? Girl. Sorry. Mensen. We have some funny technology. Oh my man. Oh my god, mensen. That looks good. Hebben jullie Gucci gezien? Echt een schatte. En laat me hier Tommy Hilfiger van maken. Dus let's go. Ik weet wel niet hoe dat de kleuren juist staan. Maar ja, boeit niet. We gaan dat wel zien. Oké, mensen. Ik weet de kleuren. Dus laten we nu even wit pakken. Dat heb ik ook nodig. En dan hier dus wit. Als we niet hetzelfde ding gaan doen. Zou ik samen even hetzelfde ding. Zo.
Omdat perfect. Ik ook. Oké, okay, dit. En dan hebben we nog dit. Dit is het logo dus. Looks good. Ik denk dat het is. Oh my god, it looks echt very good. En het lijkt echt op logo, dus I'm happy with it. Oké, ik denk dat ik nu hier een rits ga doen in de broek. Dus ja, dan moet gewoon dat kleur. Dus let's do that. Nu moeten er nopjes in. Nopjes. Ja, daar ga ik dit kleur voor gebruiken. Denk zo'n beetje dit. Dat is wel goed, denk ik. En dan gewoon... Nopjes. Je niet nopjes in de broek. Ik heb een miskleur gepakt. Dus ik ben nu echt gezien. Ik vind dat het echt een struggle, jong. Maar echt niet. Oh nee, ik denk dat ik voor de nopjes dat kleur ga nemen. Hetzelfde kleur, like dat kleur. Oké, mensen, we nemen dat kleur. Ik zie jullie straks terug. Oh my god, mensen, ik vind het echt super mooi, al. Ik dacht misschien kunnen we bloemetjes of zo hier zo tekenen. Dus we gaan dat gewoon een keer proberen. Ik weet niet of dat helpt, maar we kunnen het proberen. Oké, mensen, ik heb een idee. Ik ga het niet zeggen. Anders ga ik waarschijnlijk een fake doen. Ik ga niet een fake worden. Jawel, Fennel zit naast mij. Alleen niet naast mij, maar voor mij. Maar ze kan mij wel horen. Maar jullie zien wel wat het is. Weet je, ik ga het schrijven. Ik schrijf het gewoon. I'm gonna look. Dit wordt het. En het merk wordt... dit. Dus dat gaan we nu maken. Oké, mensen, laten we nu... in de middel... laten we hier dus... je weet wel wat ik zei daarnet. Mensen, dit is echt een perfecte kleur. Dus laten we gewoon even... dit. Ik ben zeker dat je lelijke kleur oppakt, want dat je mee aan het pompen bent. LOL. Best kleur. Nee! Ja. Zit er dan nog een keer naast ook? Oké, laten we dit even. This looks very good. I think so. I'm gonna win. I'm gonna win, girl. Oh my god, mensen, this looks pretty. Kijk, oké, ik zei bijna wat te last. voor de schoenen, I don't know what color I'm gonna pick. Maar misschien moeten we eerst haar haar doen. Let's do her hair a little bit, hè. Want haar hair looks like shit. Let's go. De broek. Oké, mensen, ik ga zo dat kleur nemen voor haar haar, want dat vind ik wel nog mooi. Dus let's pick this. En laten we eerst de lining maken. Dus laten we dat eerst doen. Tot zo. Nee. Oké, mensen. Wat is dit? Ik weet niet hoe ik dit ga fixen, want het ziet er echt lelijk uit. I know it. Hups. Dus laten we dit fixen. It's not looks very good. Mensen, her hair not looks very good. Yeah! You look like a hulu hulu. Let's fix this a little bit. En ik kom straks bij je terug. Ik ga eerst haar gezicht fixen. Ik heb haar gezicht uitgehomd. Oké. Laten we nu even terug die pencil nemen. En dit. En dan kan ik een beetje die ogen overtekenen. Oh my god. Dus dat lukt. Goed idee. Als dat een beetje werkt. Ik hoop het toch. Ik weet het anders niet. Ik kom zo bij jullie terug. Oké, mensen, dit is ongeveer iets, I think so. En nu ga ik even misschien kan ik... oh my god, wat doe ik? Oké, wacht, misschien kan ik het een beetje zo nog wat... sorry, ik kom er van de ogen, want het ziet echt leuk uit. Zo een beetje fixen. Oh my god, mijn pen is not gonna work a little bit. Oké, nee. Mensen, wat is dit? Ik probeer dit een beetje te fixen, want het lijkt of als Amaria je hebt op haar gezet. Ik weet niet wat... wat is dit? Amaria? Wie is Amaria? Ze heeft Amaria op haar gezet. Wat is Amaria? Een ziekte. Corona, bedoel je? Ik weet niet wat Amaria is trouwens, maar dat is ook totaal geen ziekte. Maar ik heb hem dus juist zelf uitgevonden. Mijn zelf uitgevonden ziekte.
Mario. Ik heb toch de schoen weggedaan, omdat dat trekt op niks. Erwin, wat is dit? Oh Mario, ze heeft echt een Mario pennen gezet, jongen. Wat is dit? Mens, ze heeft echt gewoon huidplekken. Kijk haar gezicht. Ze heeft echt huidplekken of zo op haar gezicht. Hé, dat bestaat hier, zo'n ziekte. Ja, wel, malaria. Maar dat is een andere naam. Ja, ik weet niet welke naam dat is, daarom zeg ik malaria. Dat is violet of wat? Violet! Die is ook violet hoor. Die is violet. Oh my god, mensen. Haar huidplek is daar weg. Yay. There you go. Ik weet niet wat dat haar is, maar dat haar looks like poep. En misschien kan ik het blenden. A little bit. Oh, no. Nee. Oké, wait a second. Oké, mensen. Ze is wel gefixt. A little bit. Ja, eigenlijk is ze nu af. Maar ik denk dat ik haar schoen nog ga proberen. Maar Fina zegt dat het echt heel moeilijk is. Maar misschien kunnen we hier dus een beetje proberen te blenden, maar ik ga het doen. Zeker fijn. Oké, mensen, ik ga dus het haar zo langs één kant afdoen. Waarom lach je? Ik ga het haar langs één kant wegdoen. Dus ik ga het haar... Zo dik is dat haar. Ja, maar ik ga het haar langs één kant wegdoen, dus dat ga ik afscheren. Dus dat ga ik nu doen. Let's go. Oké, mensen, haar haar is nu af langs één kant. Dus geweldig. Prachtig. Oké, we gaan het dus nu waarschijnlijk tonen aan elkaar. Ja. Oké, ondertussen dat Fina heel hysterisch en boos begint te worden, gaan we deze opslaan. En dan gaan we doorsturen naar elkaar. Hoe sla je dat eigenlijk op in godsnaam? Opslaan als PG terug. Opslaan als PG bestand en dan terug naar elkaar. Oké, mensen, het is opgeslaan en dan gaan we het nu doorsturen. Let's go. 3. Oké, wacht mensen. Wait a second. Dus, ja, wacht. Oké, 3, 2... 1. Oh my god. Wat is dit voor lelijk gedoe? Wat is dit? Ik heb er niks van. Wat is dit? Oh my god. Mensen, ik eerlijk, ik denk dat ik toch wel heb gewonnen. Mama moet Dat is. Oké. Niet letten op dit bericht. Ik heb een edit gemaakt en ze is dus die. Oh nee. Ja, dat is de mijne tante. Kijk. Nee. Wat vond je van je edit, Fina? Lelijk. Kut. En nu ga ik Amy filmen en zij gaat zeggen van wat dat is. Oké, mensen, hopelijk vond je deze video leuk. Als je het leuk vond, doe ik een like. Abonneer op mijn kanaal. Druk op bel, snel abonneer op. En zet in de reacties of dat je nog meer video's wil van dit. En welke vind je nu het mooiste? Zet het even in de comments. 1 is Amy en 2 is me. Ja, oké. Bye guys! Bye!